Houden compleet wonen. Joosten glas- en schilderwerken. Kalman Media Producties. Marimba bloemsierkunst. Expert bokstel. En stage event equipment. Welkom bij de laatste uitzending van Dommeland Live van dit seizoen. Het gaat een hele leuke uitzending worden. We hebben Henk en Michelle Vervoorn bij mij op de bank. Zij hebben een rondje Atlantic gedaan. Moet ze het goed blijven zeggen. Daarnaast hebben we een wereldkampioen, want Zoë Timmermans schuift bij ons op de bank aan. En de Tour de France is natuurlijk begonnen, dus daarmee ook het Liemt Tourspel. Ook daar praten we over verder. En je ziet het al, de bus staat klaar om cocktails te gaan maken. Nou, we gaan dadelijk alles ervan horen. Het is vandaag dinsdag 11 juli. Welkom bij Dommeland Live. Een interessante kwestie. Waar is het nou? En dan blijf lachen. Blijf lachen. Blijf lachen. Blijf lachen. Blijf lachen. Wij hebben hier in de godje Mickey, het is in de bus hebben wij Inge en Max staan. Inge, jij gaat vandaag leren om cocktails te maken. Ik ga jullie vooral veel succes en veel plezier, want jij gaat Max ook helemaal uithoren. De hoed van de rand vragen wat betreft de cocktails. Ik ga naar binnen. Ik ga jullie veel plezier wensen. Dankjewel, Claudia. Doei! Zeker. Ja, vertel eens Max, wat gebeurt er zoal in deze mooie bus? Nou, er gaat altijd heel veel in om. Zoals je zei, maken cocktails. Op verschillende locaties en vandaag gaan we samen aan de slag en aan het einde van de rit hoop ik dat je zelf thuis vaker kan gaan genieten van een cocktail. Dus jij gaat mij leren hoe dat ik cocktails moet maken? Ja, ik heb van alles meegenomen, dus we hebben genoeg om mee te spelen. Verschillende smaken, verschillende ingrediënten. Dat we helemaal kunnen aanpassen naar wat je zelf lekker vindt. Oké, dus mensen thuis, let goed op. Want u kunt het ook leren. En zeker als het met dit mooie weer straks lekker thuis op het terras je eigen cocktail maken. Kijk goed wat we doen. Ik ben benieuwd wat voor cocktails dat wij vanavond allemaal gaan maken. Want ik zie hier al heel veel dingen staan. Ik zie hier dus een heleboel flessen. Volgens mij vrij veel alcohol zit daarin. Ik weet niet of dat... We hebben inderdaad de alcoholische dranken. Ja. Dat legt eigenlijk de basis voor een cocktail. En verder gaan we gewoon kijken van wat vinden we lekker. En samen met de alcoholische dranken, vruchten, vers fruit, citrusvruchten, maar ook verschillende sappen, gaan we eigenlijk onze eigen cocktails samenstellen. En op zo'n manier dat je het thuis nog een keertje over kan doen. Oké, leuk. Ik heb er heel veel zin in. Hoe kom jij er nou bij om dit allemaal in een bus te doen? Ik ben een tijdje geleden begonnen met een cocktail catering en cocktail workshops. Eigenlijk omdat ik graag mensen wilde gaan leren hoe dat je zelf een cocktail maakt. Ook om het cocktails maken wat laagdrempeliger en toegankelijker te maken. Omdat je thuis net zo goed van een cocktail kan genieten als dat je een wijntje of een biertje pakt. En later op de rit is deze bus op mijn pad gekomen. En het was eigenlijk een uitgelezen kans om uit te breiden. En om ook de grotere evenementen mensen te kunnen gaan voorzien van cocktails. Ja, want jij komt uit Boksel. Ja. Jij woont hier ook, hè? Ja. En dit is jouw dagelijks werk? Ja, daar ben ik zeker dagelijks mee bezig. Vaak in het weekend is natuurlijk wanneer de echte actie plaatsvindt. Maar ook vaak door de week bij bedrijven. Om daar de medewerkers even te kunnen verwennen met een lekkere cocktail. En waar ben je zoal te vinden dan? Welke evenementen sta jij? Op zowel muziekfestivals als foodtruckfestivals. Denk bijvoorbeeld bij aan een muziekfestival als Mundial in Tilburg. Is lekker in de buurt. Maar ook de foodtruckfestivals hier in de omgeving. Ook vaak verder het land in. Dus, en dan kunnen we lekker een eindje rijden met het busje. Oké, ik vind het hartstikke leuk. Ben benieuwd. Ik hoop dat ik straks ook kan shaken, want dan ga ik hoop ik ook leren. Natuurlijk. Dus we gaan nu aan de slag en ik denk dat we terug gaan naar Claudia. Ja,
Oh, we gaan straks lekker cocktails proeven. Ik heb er nu al zin in. Nou, we gaan door naar het volgende onderwerp. Want bij mij op de bank zitten Mark van der Laan en Gerard Zeelen, zeg ik goed. En de organisator en de bolletjestruiwinnaar van het Liems Tourspel. Mark, kun jij mij eens uitleggen hoe dat ontstaan is dat jullie dat zijn gaan dat je dat georganiseerd hebt? Hoe dat ontstaan is? Ja. Nou, het is in 2012 voor de eerste keer uitgevoerd. Eigenlijk als een kopie van het tourspel wat toen al in Roy van start was gegaan een aantal jaren daarvoor. Mm-hmm. En de organisatie destijds had het idee van we moeten een ludieke actie verzinnen om voor goede doelen in het Liemse wat te kunnen gaan doen. En daar is dat tourspel dan een mooi vehikel voor, want dat spreekt mensen aan. In Roy trekt dat grote aantallen deelnemers, dus dat zouden we in Liemt ook eens moeten gaan proberen. Uh-huh. En de organisatie destijds stond op een gegeven moment bij ons aan de deur, omdat mijn vrouw op dat moment een actie aan het doen was voor de patiëntenvereniging van onze zoon. Of wij alsjeblieft het goede doel wilden zijn. Okay. Maar zo werden we en passant de organisatie ingesleurd, want het hele wiel moest nog uitgevonden worden op dat moment. Yeah. En vanaf dat moment ook een beetje uit morele verplichting toch verslaafd geraakt aan het organiseren van dit spelletje. Yeah. Ik heb zelf helemaal niks met fietsen, maar ik vind het gewoon leuk om dit spel te organiseren en een bijdrage te kunnen leveren aan de Liemse gemeenschap. Door met name voor die goede doelen op te treden ieder jaar. Ja, en je zegt al van je hebt dat er vanuit Royce heb je dat overgenomen, zeg maar. Ja. Maar je zegt, ja, we moesten het weer opnieuw uitvinden. Maar had je niet kunnen spieken zo van hoe zij dat dan doet, zodat je de dingen kon overnemen? Nou, we hebben het eerste jaar het hele systeem en alle activiteiten van Roy gekopieerd. Ja. Het tweede jaar hebben we daar nog op voortgebroddeld, vonden we destijds. Ja. Maar het derde jaar zijn we met ons eigen systeem gestart. We hebben een ICT-man bij ons in de ploeg zitten die achter de schermen al het hele systeem, zeg maar, naar zijn eigen wensen had gebouwd en ingericht. Uh-huh. En sinds die tijd zijn we autonoom en draaien we dus op een eigen IT-platform het hele spel. Okay. Hebben we dus alle evenementen, onderdelen hebben we in draaiboeken vastgelegd. Dus dat is met name de organisatie van de aanloop, hè, van hoe gaan we met onze goede doelen om, hoe vinden we die. Maar ook hoe regelen we de inschrijvenavonden. We hebben ieder jaar 2 inschrijvenavonden dat mensen bij ons het formulier moeten komen inleveren. Ja. En natuurlijk de prijsuitreiking die we ieder jaar toch op een beetje ludieke manier willen neerzetten in het Liemse dorp. Ja, en volgens mij lukt dat elk jaar nog aardig gaat goed. Gaat fantastisch, ja. Zou je mij eens kunnen uitleggen hoe dat spel precies in elkaar zit, hoe dat werkt? Nou, dat zou heel simpel moeten zijn, want we proberen het heel laagdrempelig te houden. Ja. Je kiest 15 renners uit de deelnemers van de Tour de France van dit jaar. En die zet je op een lijstje. En als die renners in de top 10 van een etappe rijden, verdienen ze voor jou punten. En de nummer 1 krijgt 15 punten en de nummer 10 krijgt dan nog 1 punt. Uh-huh. En zo verzamel je gedurende de Tour de France met jouw ploeg verzamel je punten. Ja. En degene die dan uiteindelijk het meeste aantal punten heeft aan het einde van de rit, die wint het tourspel. En die heeft dan nog een bonus als je de groene en de gele en de bolletjestrui ook nog goed voorspelt. Daar krijg je dan nog weer bonuspunten voor. Oké, ja, en over de bolletjestrui, daar gaan we dadelijk nog over verder. Ja. Nou, het bestaat de Tour de France natuurlijk al heel lang. Spelletjes rondom de Tour de France bestaan al heel lang. Ja. Waarom is jullie spel nou echt gewoon het leukste? Nou, wij hebben de focus niet zozeer op het spel liggen, maar veel meer op het Liemse. Hè. Wij proberen die goede doelen met name naar voren te brengen om hun ook een podium te kunnen geven binnen het dorp. Hè. Er zijn wat bekendere, maar ook wat onbekendere doelen die het toch prettig vinden om ook op deze manier eens in de aandacht te komen. Maar natuurlijk ook omdat daar een mooi geldbedrag ieder jaar toch weer aan vastkleeft om die doelen toch... Ja, het te kunnen laten voortbestaan of iets te kunnen laten realiseren in het dorp. En ja, met een klein dorpje als Liemde moeten we toch een beetje voor onszelf zorgen tegenwoordig. Ja, zeker waar. Zeker waar. Nou, en als dat op deze manier kan, is dat gewoon een heel mooie manier inderdaad. Absoluut. Ja. Ik zei het net al even, we gaan het ook hebben over onder andere de bolletjestrui. Want Gerald, jij bent de winnaar van de bolletjestrui van 2016. Kun jij mij vertellen wat dat nou precies inhoudt, waardoor je dat gewonnen hebt? Nou, ik was de derde geëindigd eigenlijk in het eindklassement. Okay. De eerste is de gele trui, de tweede de groene trui en de derde is de bolletjestrui. Okay. Na de Tour de France truien die ook zo uitgedeeld worden. Ja. Dus, ja. En kun je mij nou vertellen wat nou zo leuk is om aan dit spel mee te doen? Nou, je bent al die dagen, ongeveer 21 dagen zijn er, of 22 soms, dan kun je iedere dag volg jezelf de Tour, want ik ben natuurlijk enthousiast over wielrennen. Ja. En iedere dag kun je jouw renners kunnen goed scoren of minder goed, dat kan ook natuurlijk. Ja, ja. En er wordt heel goed bijgehouden, want het spel werkt zo dat je al een kwartier na de finish
heb je al de uitslag op je iPhone of op je computer als je wil. Oh. En dan kun je kijken hoe die dag voor jou verlopen is. Ja. En hoe sta je er momenteel voor? Niet zo goed. Nee? Is het? Oké. Nee, want ze hadden al gezegd, ja, Gerold is wel altijd een top 10 speler, maar dit jaar zal het niet lukken, denk ik. Nee. Er zijn ook zoveel uitvallers. Ja, je moet er natuurlijk ook geluk bij hebben. Ja. Want je moet gewoon ook, het hangt vaak maar van één renner af. Want toch, de meesten hebben dezelfde favoriete renners. Mm-hmm. En dan heb je één of twee anderen die je denkt van, nou, die zullen eens een keer bovenuit steken. En als die dat doen, en die heb jij gekozen. Ja. Dan heb je wat extra punten daarvoor, ten opzichte van die anderen. Ja. Nou, heb ik begrepen, want ik moet je heel eerlijk toegeven dat ik de Tour de France momenteel even nog niet volg. Maar dat er een renner is geweest, Sagan, die onlangs iemand een elleboogstoot heeft uitgedeeld. Ja. En ik zei het dus straks al hier, we zouden er eigenlijk een filmpje van moeten hebben, dat voor de mensen die het niet volgen, dat ze het konden zien. We hebben hem helaas niet, sorry jongens, kan er ook niks aan doen. Maar nou hebben heel veel mensen, omdat hij favoriet is, hem wellicht wel opgegeven. Ja. Wat gebeurt er nou op het moment dat zoiets voorvalt qua de rangschikking bij jullie binnen het spel? Nou ja. Ja, Mark, mag ik jou het woord geven? Ja, dan gebeurt er eigenlijk niks, want wij volgen daarin de reglementen zoals de Tour die ook kent. Ja. Dus een ploeg komt met 9 renners naar de Tour. Ja. Als er eentje 's morgens in de douche uitglijdt en niet van start kan, mag die nog last minute vervangen worden. Maar op het moment dat die 1 meter over de startstreep is en hij valt, zoals Valverde in de proloog deed, dan wordt hij niet meer vervangen. Ja, absoluut. Hè? En dus je hebt 15 renners in je ploeg. En als er één valt, ja, dan wordt hij niet meer vervangen. Want dat is jouw ploeg op dat moment. Ja. En jij kan geen renners meer inbrengen. En ja, Sagan was aan de ene kant een pijnlijke, maar aan de andere kant ook wel weer positief. Want 300 van onze 319 deelnemers dit jaar hadden Peter Sagan in de ploeg. En die zijn ze dus allemaal kwijtgeraakt. Ja. Dus de pijn is in dit geval redelijk eerlijk verdeeld tussen alle deelnemers die Peter Sagan in hun ploeg hadden zitten. Ja. Ik moet daar wel bij zeggen, er waren ook dik 280 mensen die Peter Sagan de groene trui voorspelden. En die is 20 punten waard. Oké. Ja, dus dat is een duur verlies. Dat is wel stevig. Ja, die zullen een paar goed hebben. Stevig hebben ze zitten behalen thuis, denk ik. Absoluut. Maar zijn punten blijven. Maar wij ook hoor. Ik bedoel, op dat moment dat gebeurt. Ja. Dan gaat de mailbox los, dan gaat de app los. Ja, dat dan moet het bestuur bij elkaar komen van wat gaan we nou doen. Ja, maar het is heel terecht dat je dan zegt van nou wij hanteren dezelfde regels als die de Tour de France doet. Maar die liggen vooraf vast. Hè. Hetzelfde regime voeren we eigenlijk al 6 jaar en dit ligt vooraf vast. Ja. En we krijgen wel mensen die zeggen ja vanuit coulance, maar het spel veranderen tijdens het spel. Nee, misschien volgend jaar. Ik had er met Gerold in de voorbespreking al even over. Ja. We nemen het wel weer mee in de evaluatie van, is het dan een manier om renners opnieuw te laten instromen? Ja. Want er vallen er wel heel veel dit jaar. Ja, dat gaat wel, stevig zo. Ja, ik ben er al 4 kwijt uit mijn ploeg. Ja, dan, als je er 15 hebt, dan dunt het wel flink uit, Ja. Mag je hier nou voor jullie spel meerdere keren inschrijven? Ja, zo vaak als je wilt. Zo vaak als je wilt zelfs? Ja. Oké. Ja, we hebben spelers die echt professioneel spelen. Ja. Die met een rennersploeg komen die met name op de sprint is gericht. Of met een rennersploeg die met name op klimmers of met prominenten is gericht. Ja. En dan met 3, 4, soms 5 formulieren meespelen. Okay. En dat zijn de echte professionals, zeg maar. Ja. En dat is goed voor de goede doelen. En dat is uiteindelijk goed voor de goede doelen. Ja. Want dat betreft, daarom staat er ook geen limiet op. Als je met 100 formulieren wil komen, graag. Maar daar hebben wij heel veel invoerwerk. Ja, dat geloof ik. Ja, dat geloof ik. Merk je nou dat het toeneemt, het aantal spelers wat meedoet aan jullie spel? Of merk je dat het wellicht rondom de Tour de France wat begint af te nemen in populariteit? En dat dus een Giro bijvoorbeeld populairder wordt, of een Vuelta of iets in die trant? Dat is moeilijk te zeggen vanuit Liempt natuurlijk. We zijn maar een heel klein doelgroepje. Maar als ik kijk naar het verloop van onze spelers in de loop der jaren, is dat redelijk stabiel geweest. Ja. En dan zie je dat met name het goede doel uiteindelijk vaak de doorslag geeft. Okay. In 2015 hadden wij in het dorp de Samenloop voor Hoop. Ja. Daar hebben wij dus als toerspel toen gezegd van nou, er komt een verwendag voor de dorpelingen die aan deze enge ziekte lijden. En die gaan wij als toerspel mede financieren. Ja. Nou, toen trokken we ineens bijna 300 deelnemers. Die hadden we nog nooit eerder gezien. Wow. Dit jaar hebben we een hele leuke samenwerking gehad met Brabant Centrum, die ons benaderde en zeiden van wij willen jullie helpen om de boel op de kaart te zetten, want het is zo'n leuk spel. Yeah.
En die hebben 4 weken lang aandacht besteed aan het toerspel, ja. Liemde in de krant en online. Ja. En nu hebben we er 319. Ja. Dus ik denk dat dat ook mede geholpen heeft, ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dan zag ik op jullie blogs, staat er een schema, of op jullie website staat er een schema van blogs met echt de meest wonderlijke titels. En ik heb er hier een paar voor me. Nou ja, laat ik het bij eentje houden. Daar staat ertussen dranghek-sletje. Maar wie verzint in godsnaam die bijzondere titels? Ja, dat is echt het wielerjargon. Dat komt uit de Tour of uit het wielerwereldje. En degene die voor ons die blogs gemaakt heeft is Ad de Kort. Dat is de vader van Koen. Okay. Koen rijdt op dit moment voor Trek Segafredo voor de ploeg van Contador en Degenkolop. Yeah. En Koen is een Limdenaar. En is dus onze ambassadeur van het toerspel. En zodoende hebben wij de eerste jaren met Koen kijken of we vanuit de Tour wat blogs konden krijgen, maar er zijn wat prominentere instituten dan het Tourspel Liemde die daar ook om vragen. Dus dat is er helaas afgegaan, maar Ad heeft voor ons dus een aantal jaren dit soort blogs iedere maand gemaakt met jargon uit de Tour. Ja. Om het uit te leggen, inderdaad. Ja, dan kom je met dat soort bijzondere kreten komen er dan. Nou ja, we hadden het al even over de goede doelen die jullie daarbij ondersteunen. Wat zijn de goede doelen van dit jaar? Of het goede doel van dit jaar? Nee, we hebben er 2 dit jaar. En daar ben ik ook wel blij om. Omdat we dan op die manier toch een breder podium kunnen geven aan mensen. Ja. Het eerste goede doel is de jeugdvakantieweek Liemde. Traditioneel aan het einde van de schoolvakantie wordt er een week lang hutten getimmerd en spelletjes gedaan met de jeugd van de basisschool. En ons tweede goede doel is de Papa Giovanni Stichting. Dat is een opvangtehuis voor mensen die het wat moeilijker hebben. Ja. Die een plek zoeken om weer een beetje op adem te komen, weer op hun benen te komen. En dat is een gezin, vader, moeder, 2 kleine kindjes, die daar 11 mensen met problemen in hun gezin opvangen. Wow. En wij zijn daar geweest als organisatie met het verzoek van mogen wij jullie als goede doel gebruiken. Ja. Een beetje ook de angst van er gebeuren daar dingen die ze misschien liever niet openbaar hebben. Hè. Dus we wilden ze ook niet meteen op dat podium zetten, maar eerst maar eens het gesprek aangaan. Ja. Gelukkig zei Pier Paolo, die daar het gezin runt, ik ben er heel blij mee, want ik wil graag ook wat meer bekendheid hebben hier in het dorp. Dus is heel blij met het podium. Uiteraard ook heel blij dat wij mijn bijdrage gaan geven. Natuurlijk. Maar zeker ook heel erg gelukkig met de aandacht die er nu voor is. Ja, dat kan ik me absoluut en, niet voorstellen. Dat is een warm gevoel wat je daar krijgt als je daar komt. Ja, leuk. En daar doen we het voor. Daar doe je het uiteindelijk voor, daar inderdaad. Okay. Nog een laatste vraag. Want wanneer is de prijsuitreiking precies? 23 juli. Dat is de dag van de slotetappe. Dus op het moment dat de renners op de Champs-Élysées staan, gaat bij ons het systeem op zwart. Rekenen wij snel alles door wie er gewonnen heeft. En om 8 uur 's avonds in de Durpsherberg in Liem staan we op het podium met de prijsuitreiking. En de goede doelen en de wethouder van de wiel om de prijzen uit te reiken. Nou, helemaal dus, super. En wie weet, Gerold, sta jij nog wel gewoon nog eens een keer in je bolletjestrui? Wie weet, ik denk het niet dit jaar. Maar nou, hou de spirit erin. Ja, net als gewoon. Ik ga jullie vooral heel erg veel plezier wensen tijdens deze tour nog. Ja, en we zullen het horen wie uiteindelijk als winnaar uit de bus gaat komen. En de goede doelen in ieder geval. Nou, supergoed om daar in ieder geval nog even wat aandacht aan te besteden. Heel fijn. Mag ik jullie danken en tot de volgende keer. Graag gedaan. Want wij gaan weer naar Inge, want die gaat cocktails maken. En ja, ik zeg al, ik kijk er naar uit. Dus Inge, ik zou zeggen, laat maar horen. Max. Yes. Ik heb net al iets heel leuks geleerd. Dan gaan we nu even de mensen laten zien thuis. Ja. We gaan maken een Passievrucht mojito. Een passievrucht mojito. Dus dat is een variant op de klassieke mojito. Ja. Waarbij we een smaak toevoegen van passievrucht. Dus dan krijgen we net een wat zomers sfeertje. Dus wat hebben we nodig? Limoen. Limoen. Kijk. Hebben we al in partjes gesneden. Limoen en die snij je in 6 partjes. Er zijn er 3. En die andere 3 die hebben we al gebruikt. Die gooien we daarin. En dan moet je met zo'n stampertje. Ja, dan mag je het sap eruit persen. Zodat het sap goed door de cocktail heen kan. En dan vermengen alle ingrediënten beter. Uitkijken dat het niet in de ogen komt. Want het kan heel erg bijten. Citroen. Oké, dit is gedaan. En nu Max? Ja, nu hebben we de verse munt. Dat is ook heel kenmerkend voor de mojito. Ja. Dat is eigenlijk wat de mojito maakt. Ja, dat zijn de muntblaadjes. Die komen bij jou uit de tuin, hè? Yes. Oké, leuk. Smelt ze lekker. Die doen alles we erin. Vers. En dan gaan we de alcohol erin doen.
Kijk, het belangrijkste. Ik heb gehoord dat dit 45 milliliter is, ja. Samen, dus 30 en 15. Dus dat gieten wij in. We hebben de witte rum. Witte rum. En kan je eventueel, als je van wat diepere smaken houdt, kun je weer een variant maken met een donkere rum. Hop, hoppa. Oké, dat zit erin. Yes. Dan hebben we suikerwater. Suikerwater. Dus gewoon water met suiker om het net iets zoeter te maken. 15 milliliter. Helemaal goed. Doen we erbij. En dan? Dan hebben we de ingrediënten erin zitten voor een klassieke mojito. Ja. En zoals we al zeiden, gaan we een passievrucht mojito maken. Dus hebben we hier een passievrucht siroop. Mag ook 15 van in de cocktail. 15 in de cocktail. Beker of hoe heet zo'n ding? Hoe heet dit? Maatbekertje. Maatbekertje. En dan? Dan hebben we alle ingrediënten erin zitten. En dan kunnen we door naar het ijs. Kijk eens mensen, dit is... Hoe noem je dit ijs, Max? Dit is crustijs. Dus ten opzichte van ijsblokjes is dit ijs kleiner gemaakt. Waardoor het meer raakoppervlak heeft en je cocktail koeler houdt. Ja, dat lijkt me dus wel heel lekker, hè, zo koud. Dan moet hij met deze lange lepel... Ja, mag je alles goed door elkaar mengen. Goed door elkaar mengen. Ja. En dan vind ik het heel leuk wat er nu komt. Want dat is... Sodawater. Spuit sodawater of zo. Klein beetje gebruiken om af te toppen. Vind ik echt zo leuk. En dan gaan we deze weer doen. Hoppakee, zo. En dan is die bijna klaar. Bijna klaar. Want dan doen we er een muntblaadje in. Wel een mooie. Zo. En om het op te drinken hebben we nodig een rietje. Een rietje. En dat hebben we hier. Kijk eens. Nou. En zo heb je eigenlijk heel makkelijk een fris drankje. Lekker. Waar je in de zomer van kan genieten. Proef hem. Wauw, die is echt super lekker. Wauw, die is echt lekker. Zeg Max, moet je daar nou voor leren voor al dit soort dingen te doen? Je hebt er natuurlijk verschillende niveaus in. Je hebt er hele studies voor, professionele cocktailshakers. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook gigantisch veel verschillende cocktails. Waarbij weer ook cocktails zijn die je heel makkelijk zelf thuis kan maken. Ja. Waar je niet heel veel spullen voor nodig hebt, wat je eigenlijk... bijna zou kunnen maken met dranken die je vaak thuis in de kast hebt staan. Dus iedereen heeft wel eens een fles Bacardi of een fles sterke drank voor zijn verjaardag gehad. Dat komt in de kast te staan en daar gebeurt verder niks mee. Of bijvoorbeeld likeuren, daar kun je al heel makkelijk hele lekkere cocktails mee maken. Ja. En heb je nou papieren nodig om door het land te toeren met deze bus? Want normaal gesproken heb je horecaopleiding nodig, hè? Wil je een café beginnen. Hoe zit dat hier met zo'n bus? In principe mag het natuurlijk gewoon, maar je moet wel iets neer kunnen zetten. En daarvoor heb ik zelf een cocktailopleiding gedaan waar ik mijn certificaat heb gehaald in Barcelona. Dus ook gelijk in het zonnetje zowel de theoretische als de praktische kant ervan geleerd. Waarbij ik eigenlijk ook heel goed kan switchen tussen verschillende smaken van iemand. Dus ja. Als iemand zegt, ik vind zoet wat lekkerder dan wat minder zoet. Of bijvoorbeeld verschillende smaken qua fruit. Dan kan ik daar heel makkelijk eigenlijk een cocktail mee maken die daar perfect op aansluit. Ja, want jij maakt ook gewoon die cocktails allemaal zelf, hè? Ja. Dat verzin jij ook, hè? Ja. Oh, leuk. Dus, maar wat gaan we nou dadelijk doen? Want we gaan zo weer naar Claudia, maar we komen nog een keertje terug. En wat gaan we dan maken? De volgende cocktail wordt een cocktail die geshaked wordt. Waarbij we niet heel veel ingrediënten nodig hebben. En de ingrediënten die we gebruiken, daar is iedereen weg van. Okay. Dus dat komt helemaal goed. Ik ben reus benieuwd. Ik weet in ieder geval dat dit... heel lekker is. Ik krijg het ook best wel een beetje warm. Dus laten we maar gauw even overschakelen naar Claudia, denk ik. Proost! Je krijgt het nu al warm. Van één cocktail. Oh jee. Oh mijn lieve god, je moet er nog een paar. Nou, straks nog maar een beetje shaken en dan krijg je het van nergens nog warmer. Goed, komt allemaal goed. Laat maar zitten. Bij mij op de bank zijn inmiddels aangeschoven Henk en Michelle van Voren, want zij hebben iets heel bijzonders gedaan. Zij zijn namelijk, hebben huis en haard verlaten om een rondje Atlantic te gaan doen. Heb ik goed begrepen, hè? Welkom, ja. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Henk, doe mij eens uitleggen. Je verlaat huis en haard en maakt van je boot je huis. Hoe kom je op het idee? Hoe kom je op het idee? Het idee, daar kom je op omdat je... begint met zeilen en dan ga je steeds grenzen verleggen. Eerst is het zeilen een beetje op de Noordzee. Dan gaan we een keer naar Londen. Mm-hmm. Dan gaan we naar de Kanaaleilanden. En
ja, in 3 weken tijd, of ja, 3 weken tijd kun je niet veel verder komen als de Kanaaleilanden of Zuid-Engeland. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment zeggen, ja, dan moeten we maar eens een keer wat langer gaan of verder. En dan is het altijd een oceaan over. Het idee blijft altijd hangen. Dus dat is iets dat moet van het lijstje af. Ja. Nou, vandaar hebben we dat besluit genomen. En hoe lang ben je dan bezig naar het toeleven naar uiteindelijk dan deze reis overnemen? Hoe lang is zo'n voorbereidingstijd dan? Ja, die voorbereidingstijd is voor ons 1 jaar of 3 geweest ongeveer. Ja, maar dat kan ook 5 jaar duren voor sommige mensen. Die blijven voorbereiden. Je moet op een gegeven moment ook echt een knoop doorhakken van dat wordt de datum van vertrek. Ja. Anders blijf je voorbereiden. Je bent nooit klaar. Nee, want waar bestaat de voorbereiding dan ongeveer uit? Nou, veiligheidsmiddelen, maar ook proviant. We zijn bijvoorbeeld ook een keer een dag naar een vertrekkersdag geweest. Waar dus meerdere zeilers komen die met hetzelfde plan lopen om ideeën op te doen. Van waar moet je aan denken? En zo kom je ook weer op ideeën van, oh, dat moet je nog aanschaffen. Of dat hebben we aangeschaft, maar is eigenlijk misschien wel overbodig. Maar ja, zo blijf je continu voorbereiden. Ja, maar je moet wel heel goed blijven nadenken over wat neem je mee. Het mag niet te veel, niet te weinig. Kan ik dat zo zien? Het is afhankelijk van de boot natuurlijk. Maar ja. Okay. De een heeft meer opslagruimte dan de ander. Ja. Ja. En we hadden gelukkig redelijke opslagruimte. Ja. Ja, ja. Ja, want jullie boot heet Spirit of Blacklock. Ja. Dat zeg ik goed. Vertel eens even iets over jullie boot. Wat is 1,5 jaar je huis geweest? Ja, nou specifiek die boot, die hebben wij. Dat was trouwens de eerste voorbereiding. De boot kopen. Ja, dat is wel handig. Want daarvoor hadden we een andere boot, maar die was eigenlijk niet zo geschikt. Daar hadden we niet zoveel vertrouwen in. Okay. Maar de boot kopen, dat was het eerste punt. Ja. Toen hebben we uiteindelijk die boot gezien, maar. Ja, wij kwamen eigenlijk voor een andere boot daar kijken, maar we zagen die boot liggen. Mm-hmm. En die zijn we ook 1 jaar niet meer kwijtgeraakt. Als die verkocht was, hadden we deze nooit gekocht. Mm-hmm. Maar hij werd niet verkocht. Uiteindelijk wel aan ons. Ja, precies. Nou, dus dat was de eerste voorbereiding. Ja, onze boot is een boot die is gebouwd in Zwartsluis. Vandaar ook Spirit of Blacklock. Oké. Okay. En het is een aluminium koopmans. Een koopmans is een Nederlands jachtontwerper, net zoals Maas, die een ongelukje gehad heeft op de Schelde. Dick Koopmans is een Nederlandse jachtontwerper. Hij is een Nederlands gebouwd, het is een Nederlands product. Ja. Aluminium boot. Oké. Leuk. Ik kan me er helemaal geen voorstelling bij maken. Hè? Hoeveel ruimte heb je daar, zeg maar? Hoe groot is die? Wat voor ruimtes heb je? Want je zit toch in een relatief kleine ruimte voor een best lange tijd met elkaar. Weet je, kun je af en toe even aan elkaar ontsnappen? Weet je, dat soort. Ik kan me daar helemaal geen voorstelling bij maken. Nou. Ja, dat is per boot verschillend. Ja. Wij hebben redelijk wat ruimte. We hebben ook een split level, dus we hebben een bovenzitje en een benedenzitje. Ja. Dus de een kan beneden op de bank gaan liggen, de ander boven. Ja. En dan hebben we nog 3 kajuiten waar je ook eventueel zou kunnen terugtrekken. Ja. Maar ja, 1 daarvan gebruiken wij weer als opslagruimte, dus die ligt eigenlijk helemaal vol met rotzooi. Ja. Maar je hebt dan nog 2 kajuiten over waar je eventueel kan gaan slapen. Ja. En je hebt natuurlijk buiten nog. En je kunt ook voor op het dek gaan zitten. Ja, je hebt best wel wat dus ruimte. Dus je hebt wel wat mogelijkheden om. Maar niet dat wij dat nodig hadden, toch? 1 keer, toch? Bijna niet. Ja, kijk, daar komen we langzaam de dingen. Vertel eens, waar zijn jullie zo al geweest? Dan zal ik heel snel het rondje omschrijven. Ja, dat is een stevig rondje geweest. Ja. Wij zijn vertrokken in Vlissingen. Tenminste, Nederland zijn we in Vlissingen vertrokken. Ja. Toen zijn we naar Zuid-Engeland gevaren, de Scilly-eilanden. Ja. De golf van Biscayen over naar A Coruña, dat is Noord-Spanje. Ja. Toen zijn we langs de kust naar Spanje, Portugal. Portugal, Gibraltar. Ja. Van Gibraltar zijn we in 1 keer naar Ibiza gevaren. Ja. Daar wilden we eigenlijk niet naartoe, maar daar hadden we met de kinderen afgesproken. Dus ja, konden we niet meer onderuit. Die hebben we daar ontvangen en daar hebben we ook nog andere mensen uit Boksel gezien. En toen zijn we teruggevaren naar Gibraltar, Canarische eilanden, Kaap Verde. Ja.
Ja. Van daaruit overgestoken naar Suriname. Ja. Suriname, de Cariep. En van de Cariep naar de Azoren en terug naar Nederland. Zo, geweldig mooi. Ja. En nou, laten we eerst eventjes naar een filmpje gaan kijken. Want we hebben een mooi filmpje over het zeilen. Dus jongens, gooi hem er even in alsjeblieft. Hey, Michelle. Ah. Wat leuk dat jullie vanavond bij Dommeland Live zijn. En ja, wij willen toch even iets tegen jullie zeggen, want we zitten hier nu op Bonaire. Maar we missen jullie best wel een beetje. Het is jammer dat je er niet bent, maar het was hartstikke gezellig als jullie er wel was geweest. Maar goed, jullie zijn in Boksel en we gaan jullie weer kortjes zien. En cheers. Verrassing! Ja, wat leg even voor de mensen thuis uit wie we nou net gezien hebben. Het zijn René en Brigitte. Die hebben wij ontmoet op Sint Maarten. Ja. En zij zijn 2 jaar geleden vertrokken vanuit Nederland. Maar zij zijn inwoners van Boksel. Ja. En zij zijn ook met hun zeilboot vertrokken. Dus, en we hebben ons elkaar ontmoet op Sint Maarten. Ja. Maar hun zijn voor onbepaalde tijd vertrokken. Okay. Ja. En toen wij daar waren, was er zelfs nog een ander schip uit Boksel. Dus we waren met 3 Bokselse schepen in de Cariep. Wat eigenlijk heel bijzonder is, want Boksel is nou niet echt een plaats waar zeilers wonen, zeg maar. Zou je, zou je niet zeggen, nee. En hoe onderhoud, want nou heb je de mensen uit Boksel daar, maar je ontmoet onderweg ook nog een heleboel mensen. Onderhoud je nou contacten met mensen? Ja, niet echt. Ik heb nog regelmatig contact dan wel met René en Brigitte en met een Engels stel waar we... Ja, die hebben in Suriname, in Grenada, op Sint Maarten, op de Azoren, hebben we daar contact mee gehad. Althans, mee gevaren samen, zeg maar. Ja. En verder, per mail af en toe wat mensen waar je nog wel eens wat contact mee hebt. Ja, maar, ja, ieder gaat toch zijn eigen weg leren en zijn eigen reis en zijn eigen leven. Maar je komt de meest bijzondere mensen wel tegen. Ja, heb je iemand in gedachten op het moment dat je dit nu zegt? Dat je denkt van, nou, die gaat me voor altijd bijblijven. Ja, er zijn er wel meer. Ik bedoel, twee Franse jongens die in een bootje van 6 meter zijn ze onderweg. Ze zijn altijd dronken. Nee, de ene is altijd dronken en de andere is altijd stoned. Ja. En, maar ze zijn wel een combi. En dan in de haven, ze hebben eigenlijk helemaal geen geld. En dan gaan ze de haven weg en zeggen ze, havenmeester, we gaan even tanken hoor. En dan komen we dadelijk terug. En weg zijn ze. Weg zijn ze. Dat zijn van die bijzondere figuren, maar ook... Ook figuren die met haar kinderen gewoon op zo'n boot zwerven, echt bijzondere verhalen wat je terug hoort. Je moet het zien. Ja, dat maar, geloof ik, ja. Dat geloof ik. Nou, jullie stralen het uit van een geweldige reis, maar zijn er nou ook wel eens hele onprettige momenten geweest, omdat het weer bijvoorbeeld ineens ontzettend omsloeg, of momenten geweest waarvan je denkt van, oh mijn goede god, waar zijn we in godsnaam aan begonnen? Nee. Ja, weet je, het weer slaat niet ineens om. Je ziet het aankomen of je downloadt natuurlijk je weerberichten en je grip files. Dat zijn dus de hoe de winden waaien, zeg maar. Dus je kunt je wel een beetje voorstellen wat je kunt gaan verwachten. En daar kun je wel op anticiperen. Dus je weet van, oké, er gaat slecht weer aankomen. Ja. Dan moet je eventjes of je zeil aanpassen of je koers aanpassen. Ja, je kunt in principe je overal kunt er wel een op beetje inspelen. Op anticiperen. Ja. 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 Nou, toen net zeiden jullie al even, nou, we moesten in Ibiza stoppen, want we hadden afgesproken met de kinderen. Wat vonden jullie kinderen ervan toen jullie met dit plan aankwamen? Want het is nogal een onderneming, dus. Ja, hun wisten dat eigenlijk al heel lang. Ja, ik heb daar van volgens mij al 10 jaar geleden gezegd, dat wil ik een keer doen. Ja. Ja. Dat willen we een keer doen. Maar die keken er in principe niet zo heel erg van op. Nee. Ik begrijp wel van Luc, daar zei hij gisteren bijvoorbeeld nog, dat is de oudste. Ik ben wel blij dat jullie terug zijn, bijvoorbeeld. Ja. Van, en ik kan me eigenlijk voorstellen dat voor hun, als we op een oceaan zitten, dat hij niet heel fijn is. Maar ik moet ook zeggen, ik heb zelf nooit geen angstige momenten gehad, niet qua piraterij. Ik heb me eigenlijk niet onveilig gevoeld. Maar goed, we wisten waar we aan begonnen. We hebben zwaar weer gehad. We hebben gewoon licht weer, te weinig wind gehad, te veel wind. Maar ik heb me eigenlijk nooit onveilig gevoeld. Nee. Soms een gezonde spanning, maar die heb je ook nodig, want anders word je laks. Ja. Ja. Maar echt angst hebben we niet gehad. Nee. Ik ben wel laks geweest. Ben je laks geweest? Ja. Oh, vertel.
Ja, toen wij terugkwamen, het was de laatste reis van de Azoren. Ja. Toen hadden we veel te veel wind. En toen varen we ook met 14 knopen. Ja, dat zegt jullie niks. Nee, niet zo heel veel, sorry. Dat is best hard. Okay. Dat is hard, maar we hadden ook veel te veel wind. Dus ik moest reven, ik moest het grootzeil, dan moet je het zeil verminderen. Ja. En het grootzeil verminderen, dat is gewoon een hoop werk, want dan moet je in de wind gaan liggen. En ik dacht, laat maar, die wind wordt dadelijk wel minder. En op een gegeven moment, ja, op een grote golf draaien we zo weg en het grootzeil slaat om. En ja, er slaat gewoon een hele hoop kapot, grootzeil kapot. En, maar goed, is ook weer opgelost. We konden alleen niet meer met grootzeil terugvaren, dus we hadden nog twee kleine zeiltjes waar we mee teruggekomen zijn. Waar je het mee moet doen. Ja. Wauw zeg, oké. Okay. Ja. En wat dacht jij op dat moment? Zo van, oh nou, hartstikke fijn. Ja, ik weet niet wat er op dat moment door me heen ging. Maar ik weet wel dat je op een gegeven moment... We zijn best wel tijd bezig geweest om alles weer een beetje... Aan kant te krijgen. Of tenminste vaarbaar te krijgen. Zijn, je moet allebei naar voren. Ja. En het is natuurlijk heel zwaar op dat moment. Dus je moet aanlijnen, zwemvesten aan, noem maar op. Ja. En toen we weer op één zeil vaarden, toen had ik wel zoiets van... kwam er wel even een ontlading van, we hebben het overleefd en we kunnen weer door. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Nou was dit iets wat jullie heel erg graag wilden doen. Staat er nu nog iets op het verlanglijstje waarvan je denkt, dat zou toch echt zo gaaf zijn als we dat nou nog ooit zouden mogen doen of die reis nog zouden mogen maken? Op dit moment even niet. We zijn allebei hartstikke blij, denk ik, dat we thuis zijn. Mm. En we hebben thuis gewoon heel veel plannen, maar we hebben niet een... een nieuwe uitdaging op dit moment waarvan we zeggen van, nou, daar gaan we echt naartoe leven. Zeg maar. Al lekker nagenieten van deze mooie reis. En, ja, naar Mars, hè. Naar Mars, kom je alleen niet meer terug, hè? Nou, als je dat nog ooit van elkaar krijgt en je komt dat vertellen. Ja. Nee, helemaal mooi. Dank jullie wel voor jullie mooie, bijzondere verhaal en voor de komst. En wie weet wat de toekomst nog mag brengen. Ja, dank je wel. Want wij gaan weer terug naar Inge. Daar zijn we weer. Max, jij gaat nou iets maken. Ik ben jouw assistente. Jij gaat me helpen inderdaad. Ik ga jou helpen. Ja. En wat ga je nu in elkaar shaken? De cocktail die we nu gaan maken is de Pink Panther. Ingrediënten daarvan zijn vanillelikeur met melk en aardbeisiroop. Eigenlijk een hele makkelijke cocktail waarvan je de meeste ingrediënten heel makkelijk in huis kan halen. Of zelfs al in huis hebt. We gaan gewoon beginnen. Mag je maar de vanillelikeur als eerste aangeven? Dat is dit. Wat ik graag gebruik voor deze cocktail is de shaker. Dus de meest bekende manier waarop cocktails gemaakt worden. Is een van meerdere mengtechnieken voor een cocktail. En door het shaken gooi je daar het ijs rond in de shaker. Wordt echt een koud drankje en komt er ook wat meer lucht koud drankje is lekker. In de cocktail. Hoeveel moet hierin? Ik ga er twee kleine shotglaasjes. Dus je hebt gewoon de borrelglaasjes. Dat is over het algemeen altijd 30 milliliter. Ja. En deze cocktail gaat 60 milliliter van de vanillelikeur. Nou, ik ben benieuwd. Wat is nou zo bijzonder leuk aan deze baan? Vraag ik ondertussen aan jou. Diversiteit. Je bent altijd op een andere plek. Je maakt andere drankjes voor andere mensen. Dus eigenlijk elke dag is weer anders. Voordat we op een feestje komen, hebben we natuurlijk geen idee wat voor gasten er komen. Nee. Dus je leert altijd weer nieuwe mensen kennen. En heb je dan ook wel eens leuke muziek op staan? Of maestro? We kunnen er een muziekje bij zetten. Ja, dat doen we. Nou, je hebt hier dus in zitten een... De vanillelikeur. Vanillelikeur. Top. Hartstikke lekker. En dan? Volgende ingrediënt wordt de aardbeissiroop. Dus die mag jij daarboven van mij pakken. Ja, aardbeissiroop. En dan laat ik het aan jou om er weer 15 van bij te doen. 15 erbij. Kijk eens, dames en heren. 15 in het glas. Super. Ja. En dan? En dan het derde ingrediënt is de melk. De melk. Is goed voor... Ja, melk heb ik hier. Lipje eraf. Oh jee. Komt helemaal goed. Ja. En dan? Daar mag er ook 60 van in. Dus weer twee keer het glaasje vol. O jee. Twee keer. Top. Hebben we?
Ik ga nu eerst het glas vullen met ijs, zodat het glas alvast koud kan worden. En wanneer de cocktail erbij gaat, dan blijft hij langer koel. Oké, dat zijn ook weer die ijs... Ja, wordt weer gevuld met crustijs. Niet deze, hè? Die gaan we dadelijk gebruiken voor het shaken van de cocktail. Oké, die gooi je weg. Dus ik heb hier weer het crustijs. Crustijs kun je zelf maken door bijvoorbeeld ijsblokjes in een theedoek te doen en met een pan of iets anders zwaars erop te slaan. Dat is een hele intensieve manier, maar je kan ze ook vaak gewoon bij de supermarkt halen. Ja. Dat is heel makkelijk zelf in huis te halen. Leuk, glas goed vol doen met ijs. Dat is ook een dingetje wat mensen vaak over discussiëren. Ja. Van, er zit veel ijs in, dan heb ik minder drank erin zitten. Mm-hmm. Maar het ijs is eigenlijk een van de belangrijkste ingrediënten van een cocktail. Ja. Je wil natuurlijk een koude cocktail hebben. En wanneer je twee ijsklontjes in een cocktail hebt zitten, dat smelt sneller. En waar je dan mee zit, is een cocktail die niet koud blijft. En wat een beetje verwaterd is door natuurlijk het ijs wat gesmolten is. Ja. Dus door zoveel mogelijk ijs erin te doen, blijft het ook langer ijs en blijft het ook langer koel. Ja. Dus, en nu? Die laten we dan even staan. En nu mag deze helemaal gevuld worden met ijsblokjes. Oh, dat zijn deze. Ja. Dit is de ijslepel, kleintje. Oh ja, wacht. Ik heb geleerd van jou dat dit er dan op moet zo. Kijk, helemaal goed. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat je thuis geen shaker hebt. Je kan er ook een potje of iets anders voor gebruiken wat je af kan sluiten en waar je in kan shaken. Maar het is natuurlijk beter om gewoon een shaker in huis te halen, zodat je vaak dit wordt leuk, aan mensen. Even kan. Blijven kijken. Want wat gaan we nou doen? We gaan de cocktail shaken. Zet hem erop. Ik heb wel even kwijt. Shake it, shake it, baby. En dan gaan we hem zo uitschenken. En dan kunnen we gaan genieten van een hele makkelijke cocktail met ingrediënten die eigenlijk iedereen lekker vindt. Oké, dus dan gaat hier weer in het glas. Ja. Maar ik zie dus ik hou het ijs tegen. Oh, daar gaat er hier niet in, maar Kijk eens. Daar krijg je toch gewoon helemaal zin in vakantie. Aardbeidje en een rietje. Oh. En genieten. Nou, dit ziet er lekker uit. Hoe heet deze eigenlijk? Dit is de Pink Panther. Oh ja, de Pink Panther. Nou, even proeven. Heerlijk. Heerlijk. Mensen, Pink Panther. Nou, Claudia. We gaan weer naar jou. Ik zit hier heerlijk aan een Pink Panther. En ik heb net een mojito op. Oh. Maar jij mag straks ook hoor. Dus tot zo. Oh, gelukkig maar. Maar moeten we eigenlijk, Inge, je moet even aan Max vragen of we dadelijk ook een mocktail kunnen maken. Dus zonder alcohol. Want we hebben namelijk een wereldkampioene bij mij op de bank. En die is nog geen 18. Dus wil je dat even dadelijk regelen? Nou, goed. We gaan naar jullie toe. Zoe en Marcel, vader van Zoe. Welkom. Ja, want jij bent wereldkampioen geworden in ultrapool. Ja, klopt. Doe mij eens even uitleggen wat ultrapool precies is. Nou, dat houdt in dat je dus per persoon, dus je moet echt met z'n tweeën tegelijk battelen. Mm-hmm. Want je gaat dus echt gewoon battelen tegen elkaar. Dus je hebt per persoon 30 seconden om te laten zien wat je kan en gewoon alles te geven. Yeah. En dan heeft de ander 30 seconden en dan allebei nog een keer. Dus in totaal heb je 1 minuut. Yeah. En dan bepalen ze wie er doorgaat naar de volgende ronde. En zo gaat het dan verder tot je bij de finale bent. En hoeveel battles moet je dan afleggen, zeg maar, om uiteindelijk in die finale te komen? Ik had er volgens mij 4 moeten doen. 4 battles, maar dat is, want jij bent al eerder een keer bij mij in het programma geweest. Klopt. Toen had jij ook al een hele mooie medaille gewonnen. En toen had jij de paal meegenomen, heb je nog laten zien. Nou ja, ik heb na de uitzending, daar hebben de mensen thuis gelukkig niet gezien, ook het geprobeerd. Maar dat kost nogal wat kracht. Dus dan is dat, ben je dan niet echt helemaal gesloopt na al die rondes? Nee, want toen had ik echt heel veel adrenaline natuurlijk, omdat ik eerst was geworden, maar... Meestal wel, ja. Ja, dat geloof ik goed, maar je moet mij nog eens wat uitleggen. Want ik heb begrepen dat jij in eerste instantie eigenlijk helemaal niet geselecteerd was. En ook nog een blessure had. Ja, klopt. Want ik was bij het Schone WK, waar ik ook aan meedeed, was ik gevallen. Ja. Best wel hard. En toen had ik mijn polse kneus, mijn arm. En dus toen zat ik ook niet bij de volgende ronde. Dus bij het WK finale. Mm-hmm. Maar ik deed allemaal gevaarlijke trucjes en daardoor ben ik geselecteerd voor ultrapool. Okay. En dat is eigenlijk 18-plus categorie. Er zat wel 1 meisje bij die jonger was, maar ja, ik weet ook niet dat zat. Maar ik was dus geselecteerd op mijn voorronde omdat er iemand was uitgevallen. Yeah. En omdat ik al mijn hele
moeilijke, gekke dingen deed, was ik dus geselecteerd en daardoor mocht ik meedoen. Oké, maar heb je dan met die, want je zegt ik had mijn pols gekneusd, maar heb je daar dan niet verschrikkelijk veel last van gehad? Nee, eigenlijk niet, want het was meer door de adrenaline, voelde ik het niet. En nu? Nou het allemaal geweest is? Daarna, toen het was geweest, de dag daarna wel. Nog een paar dagen, maar nu niet meer. Oké, nou gelukkig maar. Ja, maar Marcel, maak je je dan niet af en toe even ontzettend zorgen dat je denkt zo van, oh jee, ze plucht daar uit die paal. Ja. En, ja, het is af en toe heel erg schrikken. Je ziet ze eigenlijk van bovenaf komen. Ja. En dan, ja, zo'n val, dat doet al heel erg, emotioneel doet al heel veel met je. Ja. Puur omdat ze daar zo naartoe heeft gewerkt. Ja. En de schrik eigenlijk, ja, ze gaat ook naar Circus Corpus. Oké. En ja, dan gaan ze 8 meter omhoog. Ja. Ja, dan, is het, dan zit het schrikgevoel er wel meer in. Maar ik weet gewoon, ik heb volste vertrouwen in haar. Ja. En ik verwacht, die verwachtingen zijn er niet meer dat ze eigenlijk valt. Nee, precies. Nee, dus vooral mag ik dan opmaken dat je vooral heel trots bent en heel kunt genieten van de sport die je dochter doet. Ja, het is, die emoties die we loskomen dan op zo'n moment, dat is gewoon heel enorm. Ja. Nou, en dan komt er vandaag ook nog bij kijken dat je eigenlijk gewoon al hartstikke beroemd aan het worden bent. Want je bent ondertussen al bij RTL Late Night geweest. Klopt. En je hebt ongeveer in alle dagbladen gestaan. De NOS is er geweest. Ja. En, nou, heel bijzonder, je bent vanmiddag gehuldigd. Ja. En wij van Omroep Dommeland waren daarbij. Dus daar gaan we even naar kijken. Hartelijk welkom jullie vandaag allemaal hier en met name Jerk, Zombie. Dank je. Als kerstverse wereldkampioen. Ja. Uit onze eigen gemeente Boksel, uit Liende kom je. Ja. En we zijn zo ontzettend trots op jou. Dank je. En het is natuurlijk al even een tijdje geleden. Je bent natuurlijk weer al een beetje gewend aan de status van wereldkampioen. Ik weet niet of je er ooit aan kunt wennen, want het is natuurlijk al heel erg bijzonder. Ja. Maar desalniettemin vonden wij het heel leuk om jou hier te ontvangen. Omdat we het zo ontzettend bijzonder vinden. En eigenlijk hadden we al een beetje de gedachte dat jij wel iets bijzonders zou worden. Want vorig jaar heb je bij ons de Bokseldag afgesloten hier op de markt. En ik heb met open mond staan te kijken over hoe sterk, hoe lenig en hoe goed je bent in dat wat je doet. En daar hebben we echt met z'n allen van genoten. Dus het was voor ons eigenlijk misschien niet zo'n hele sterke verrassing. Maar het moet dan wel gebeuren. Het moet dan wel lukken. Want volgens mij heb je wel wat tegenslagen ook nog gehad op weg daar naartoe. We hebben het allemaal in de kranten kunnen lezen. En dan is het zo bijzonder dat jij op jouw leeftijd zo'n doorzettingsvermogen hebt om dit te bereiken. En voor ons ben je daarmee echt een voorbeeld voor wat je kunt bereiken. En een voorbeeld voor heel veel jongeren in Boksel. En ik zou niet willen zeggen van joh, kijk eens naar Zoe. En probeer op die manier met dat doorzettingsvermogen iets van je leven te maken. En dan kun je heel de grote prestaties bereiken. We kunnen niet allemaal wereldkampioen worden, dat is aan jou wel voorbehouden en dat is heel bijzonder. En dat moet je ook echt met je meedragen, want die kans is zo ontzettend klein. En als je dan zo kunt ontwikkelen op een vakgebied en daar zoveel inzet voor pleegt, dan vinden wij het heel erg waard om jou hier een bosje bloemen te overhandigen. Alsjeblieft. Dank je wel. Ik heb het bij deze, want ik had het heel erg gegeven aan de rest wel. Ja, hele mooie woorden die de burgemeester daar uitspreekt. Klopt, ja. Hoe ervaar jij het nou, al die publiciteit en dat bij RTL komen en zo gehuldigd worden door de burgemeester? Ja, best wel bijzonder. Tenminste, bij RTL was het echt superleuk en ook superleuke mensen leren kennen. En hoe ze het deden was ook echt superleuk. Ja. En ja, natuurlijk was het heel gaaf bij de burgemeester en hij zei ook echt hele mooie woorden, ja. Absoluut. Goed, mooi voorbeeld voor heel veel jeugd. Ja. Ja, super. Voor de mensen die jou de vorige keer niet hebben gezien, hoe ben jij uiteindelijk bij het paaldansen terechtgekomen? Ik deed eerst op best wel hoog niveau turnen bij Tabitha en Bokstel. Mm-hmm. Alleen, ik had toen best wel veel last van blessures en toen moest ik stoppen omdat het echt heel veel pijn deed. Ja. En toen was er een programma over bekende Nederlanders die deden paaldansen. Mm-hmm. En daar deed Jeffrey Wammes aan mee en hij deed ook turnen, hij doet ook turnen. Ja. En toen dacht ik, wow, dat wil ik ook wel gaan proberen en toen ging ik dat proberen. Toen ging het vrijwel eigenlijk meteen heel goed en toen ben ik gaan paaldansen. Ja, geweldig. En Marcel, dan komt je dochter aan zo van, nou, ik wil graag een paaldansen. En dan denk jij, oh mijn goeie god. Nee, dat dacht ik niet, want we hebben samen dat programma zitten kijken. Oké. En ik zag het eigenlijk meteen heel erg als een sport en een... ik wist dat ze heel veel met sport bezig was en dat haar passie daar lag. Ja.
En dit was juist de sport die ook bij het turnen kwam eigenlijk een beetje. Ja. En ja, dat ook heel veel kracht kost en dat het heel veel, ja, moet ik het zeggen, je moet heel veel inzet tonen, wil je iets bereiken bij deze sport. Het is niet zo van dat je aan de zijlijn mee kunt lopen en dat je dan die topprestaties kunt doen. Nee, het is gewoon echt werken, huppakee. Het is heel hard werken. Sporten. Ja. Ja. Dus, en daarom gun ik dat ook zo haar zo erg eigenlijk. Ja. En toen kwam ze op een gegeven moment met het verhaal, als het niet zo is, moet je het gewoon zeggen, hè, van ik wil naar Holland Got Talent. Of, was jij degene die zei van, nou, zou je daar niet eens aan meedoen? Nee, oh, ook niet. We waren eigenlijk gevraagd om mee te doen. Oh, echt waar? Ja. Door wie word je gevraagd dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maakt helemaal niet uit. Maar je bent gevraagd om daar aan mee te gaan doen. En je bent daar best nog wel heel ver ook ingekomen, toch? Ja, klopt. Ja, we hebben daar ook een stukje van. Dus laten we daar ook gewoon even naar gaan kijken, jongens. Ja, bijzondere prestatie zeg. Dank je. Dat was echt. Hoe ver ben je uiteindelijk gekomen bij Holland Got Talent? Tot de halffinale. Die hebben nog meegedaan. Die heb je nog meegedaan. Ja. Dus ja, super gaaf. Ja. En vooral die Dan Carity, die was volgens mij wel echt enorm onder de indruk ook van jullie, hè? Ja, klopt. Wat heb je van zijn tips? Want ik neem aan dat hij je nog tips gegeven heeft. Wat heb je van hem meegenomen? Dat we meer oefeningen moesten doen, dat het doorlopend was. Dus de overgangen netjes mooier maken. En nou deed je dit met z'n tweeën. Bij de Ultra Bowl was het tegen elkaar, zeg maar. Heb je daar nog iets bij die wedstrijd iets meegenomen van het commentaar wat je van hem gehad hebt? Of staat dat echt volledig los van elkaar? Dat is echt show en dit is wedstrijd. Ja, een beetje wel. Maar ik heb wel geleerd bij het WK, dus waar ik 12 was geworden, dat je echt alles overdreven moet doen. En dat je ook echt je emoties laat zien en het doorlopend maakt. Dus niet zomaar stilstaat en dat je dingen op de muziek moet doen en zo. Oké, dus stiekem leren zelfs jij, die nu al wereldkampioen geworden is, toch nog elke keer wel wat bij. Ja. En nou heb ik begrepen dat jij een nieuwe trainster hebt. Klopt. Merk je daar wat van, zeg maar, in de progressie die je maakt? Ja, want anders was ik denk ik ook niet wereldkampioen ultrapool geworden. Oké, dat is een mooi compliment ook voor de trainster dan. Ja. Want ze leert ook echt heel veel. En wat ze leert, dat leert ze heel makkelijk aan. Oké. En het ziet er ook mooi uit als het dan lukt. En, ja. Jullie hebben wel samen een klik gevonden waardoor... Maar soms leer ik haar ook nog wel dingen, hoor. Ook serieus? Wat heb je haar zoal geleerd dan? Een moeilijke draai. Yeah. Die ik ook in mijn WK-act deed. En nog een draai aan de spinningpaal. En staat ze dan wel eens te kijken zo van, oh jee, echt waar? Ga ik dat doen? Ga ik dat kunnen? Ja, soms denk ze wel van, dat gaat niet lukken. Maar dan geef ik net een tip en dan lukt het opeens meteen. Oh, super. Ja, leuk. Erg mooi. Als je het nou zo doortrekt, hè, want oké, je hebt de ene wedstrijd gewonnen, de andere wedstrijd gewonnen. Waar eindigt het?
Wat komt er hierna? Gaan er Olympische Spelen komen op dit gebied? Ze zijn daar wel mee bezig. Serieus? Ja. Geweldig. Maar ligt daar je ambitie om daar, stel dat dat zover komt, ligt dan je ambitie om daaraan mee te gaan doen? Ja, ik zou het wel echt heel gaaf vinden om daaraan mee te doen. Ja. En nou, je bent volop aan het trainen voor dit alles en nog wat. Hoe doe je dat met school? Want kom je niet ontzettend in de knoei? Nou, school helpt mij gewoon heel erg en ik heb ook een toptalentcontract op school. Okay. Dus dat ik zoveel uur vrijstelling kan krijgen als ik moet trainen, dat ik dan vrij krijg van school. Ja. En dat is wel echt super fijn. Ja. En ze helpen ook gewoon als ik bijvoorbeeld hulp nodig heb met toetsen of huiswerk of zo, omdat ik het niet snap. Dan helpen ze ook echt en dan kan ik ook gewoon hulp vragen. Ja. Nou, mooi. Mooi dat het zo ondersteund wordt en mooi dat je deze mogelijkheden krijgt. En nogmaals, proficiat met je wereldkampioenschap behalen. Dank je wel. Marcel, dank je wel voor jullie komst. En nou ja, goed, mocht er weer wat komen, dan ben je hier altijd van harte welkom. Dan praten we gewoon weer verder. We gaan voor jou die mocktail daar even regelen, die alcohol, cocktail zonder alcohol. Want we gaan terug naar Inge en dan gaan wij proosten op de afsluiting van dit mooie seizoen. Met alle medewerkers, alle mensen die vandaag ook op de bank zijn geweest. Dus we gaan naar Inge en dan zien we jullie daar bij de bus. Doei. Daar zijn we weer. Max, wat is jouw favoriete cocktail? Mijn favoriete cocktail is zeker weten een Old Fashioned. Het is een klassieke cocktail met, op basis van whisky. Dus eigenlijk weer iets anders dan de zoetere cocktails. Oké, wat gaan we nu maken? We gaan nu een frambozen martini maken. Waar we mee beginnen zijn natuurlijk frambozen. Ja, lekker een puur natuur. Die haal jij bij de groenteman of verbouw je deze zelf? Komen bij de groenteman vandaan. Afhankelijk van het seizoen hebben we natuurlijk ook onze eigen bramenstruiken. Maar ook appelbomen, perenbomen, kersenbomen waar we natuurlijk onze eigen fruit weer uithalen. Leuk. Oh, dat is toch gewoon biologisch ook nog? Ja, hebben we zeker biologische en echt heel verse producten. Ja, vind ik heerlijk, biologische producten. Dus we hebben de frambozen gepureerd. Ja, de frambozen. Het is een martini, kan op basis van vodka of gin. Hier gebruiken we vodka. Okay. Er gaat ook weer 60 milliliter in. Oh jeetje, dat is best wel veel volgens mij. Maar dit is een cocktail die je sipt. Dus geen slokken. Nee, rustig, lekker, terwijl je van het zonnetje geniet. Ik vind het wel leuk deze workshop, hè? Die geef je wel vaak, hè? Ja, zeker. Hartstikke leuk. En in de winter, wat doe je dan? In de winter natuurlijk een workshop thuis, maar bijvoorbeeld ook beurzen. Dus zijn ook vaak in de hallen te vinden, want overal past de cocktail goed bij natuurlijk. Ja, zeker wel. En in de winter smaakt het ook lekker natuurlijk, ja, hè? Dan mag hier net zoals net weer de ijsblokjes in. De grote ijsblokjes. Sorry. Met het doekje weer. Oké, helemaal vol? Yes. Helemaal vol. Inge, hoe ver ben je? Heel ver. Heel ver? Ik weet al heel veel. Oh, kan ik al wat bij je bestellen dan? Ja, even wachten. We zijn nu aan het maken. Ik zal je niet afleiden. Heerlijke. Sorry. Er zit wel heel veel ijs in. Want ik mag hem shaken. Jij wil hem shaken? Ja, jij mag hem shaken. Ja. Nou, hebben we geleerd. Kijk, dus hij zit... Ik kan hem nou niet hij terug zit doen, goed vast. Nee, hij zit goed je vast. Je moet even optillen zo. En dan gaan we shaken. Shake, shake, shake. Dan wordt het ijs nu rond, dan wordt de cocktail koud van, wordt alles goed gemengd. Oké, en nu? Heel goed. Dan mag je het glas uit de tin halen. Ja, het gaat altijd super goed. Ja. Dit moet gewoon zo. Kijk, ik ga het nog een keer voor doen. Op de zijkant erop. Je had het voorwerk al gedaan natuurlijk. Oké. En dan willen we alles wat hierin zit daarin houden, behalve de drank natuurlijk. Dus dit we gebruiken ook een speciale zeef. Die gaat hierop. En dan moet ik dit zeefje gebruiken, heb je mij uitgelegd? Yes. Even dichterbij. En dan giet ik het er gewoon in, hè? Professioneel uit, Inge. Ik kan niet anders zeggen. Kijk eens, hoeveel? Zo, meer? Ja. Ja. Alles, kijk. Alles. Die gaat naar Claudia. Helemaal goed. Helemaal goed. En natuurlijk, zoals bij elke cocktail, maken we hem mooi. Garnituurtje. Oh, en we kunnen weer genieten. Lekker. Jij hebt echt super gedaan. En dank ik heb heel jij veel hebt geleerd. Het goed gedaan. Ja, jullie zijn het samen echt gedaan. Super bezig geweest. Wij vonden het heel leuk. Ik hoop dat u het thuis ook heel leuk vond. Want Max is gewoon de beste shaker van Boxton. Zeker, ja, de beste cocktail shaker van Boxton. We hebben onze eigen cocktail shaker dus. Max uit Boxton.
Goh, en ja, want jouw bedrijf, dat is ook wel leuk, want die heet namelijk Homeshaked, hè? Ja. Dus dat heeft natuurlijk, ja, Bokstel. Ja, Home, ja. Dat daar klopt. Komt die naam vandaan, ja. Denk ik, hè? Ja, thuis. Nou, ik denk dat we deze gaan proeven. Ja, ik denk dat ik die ga proeven. En jij gaat deze proeven. Ga ik de mensen thuis even houden, zeg. Vind je dat goed? Dan ja, kunnen wij lekker, maar kijk eens wat ik hier heb. Ja, ik heb het gezien. Ja, ik ga er aan beginnen. Dat de mensen dit thuis lekker vinden. We Claudia, gaan, ja, ja. Dit ja. vinden vrouwen lekker. Dit vinden vrouwen lekker, oké. Okay. Ja. We gaan lekker een cocktailtje drinken hier. Zoals je ziet, ik krijg hier lekker de Pink Panther in mijn hand geduwd van Inge. Nou, ik wil jullie thuis in ieder geval allemaal hartelijk bedanken voor het kijken. Maar ik wil vooral ook alle medewerkers van dit jaar, die aan dit seizoen van Dommeland Live, Roel ook, hebben meegewerkt. Ontzettend bedanken en jullie allemaal een hele goede vakantie wensen. En tot in het nieuwe seizoen. Want gaan wij er een op proosten. Fijne avond en tot de volgende. Hey.